Sta ik onder de douche. Ja, vanmorgen mompel ik, hoor ik mezelf weer eens zo zachtjes voor mezelf uitmompelen van... komen wij in Rotterdam? Kun je dat niet horen dan? Kun je nagaan. Kun je nagaan hoe je dan bezig bent, hè? Met zo'n wedstrijd. Of Feyenoord, ja, maar dit is enorme cupkoorts is er gewoon, ja, in Rotterdam, ja. Het is enorme koorts, ik bedoel, er ontploft elke thermometer van, zo is het. En ja, ik heb daar ook mee te maken, want een tijdje geleden, toen belde ik met de clubarts, Joost van de Hoek, ja, die ken ik goed en al vanuit zijn tijd bij AZ en wij bellen af en toe. En toen ging het ook over, ja, wat denk je, maanden geleden zei hij dat al. Ja, maar stel je voor dat we de finale halen, zei hij. Ik zei, ja joh, dat gaat helemaal niet lukken. Jawel, als we de finale halen, zei hij tegen mij, dan ga jij mee naar Tirana. Ik zei, ja, hey, dat hoor ik tegen die tijd al wel weer. En Tirana, ja, weet ik veel. Dus, maar nu, een paar dagen geleden belde hij weer op. Hij zei, ben je al een beetje Albanees aan het leren? Hij zei, ga je koffertje al een beetje pakken? Hij zei, want ja, je moet mee naar Tirana. Ik zei, hé man, met de Tirana. Ik zei, dat staat niet op mijn bucketlist hoor. Nee, ik heb als jongetje nooit ervan gedroomd om naar Albanië te gaan. Hij zei, dat kan wel zijn, maar je gaat gewoon mee. Ik zei, nou, ik zal erover nadenken. Nee, zegt hij, je gaat er niet over nadenken. Jij gaat mee naar Tirana, want ik denk dat jij ons geluk gaat brengen als jij daar bent bij die finale. Ja, dus hij zei, jij gaat nu beloven aan mij dat je gaat. En ik mompelde, vrienden, ja. Onder druk mompelde ik ja. Dus het wordt straks besloten. Als Feyenoord wint, of Feyenoord speelt gelijk, ga ik dus mee. Ga ik nou ook naar Tirana? Ja, natuurlijk doe ik dat. En ja, vrienden, en gaat dat gebeuren? Dat is dan de vraag. Nou, ja, luister goed. Feyenoord, dat is een club. Ja, daar moeten ze dus nog een inzamelingsactie houden om een spits te kunnen kopen voor 4 miljoen. Dus daar hebben we het over. Kan Feyenoord die finale halen? Luister, in voetbal is alles mogelijk. We hebben het net gezien weer. Vrienden, ja. Hey, het mirakel van Madrid. Nou ja. En waarom zou dat niet kunnen? Het mirakel van Marseille. En, luister eens goed, wonderen bestaan. En het zou een wonder zijn als Feyenoord die finale zou halen. Maar, er is één goed ding. Ik geloof in wonderen.